Het doden van mensen is deze week in Nederland weer een stuk populairder geworden. Actieve en passieve euthanasie, het doden van mensen dus, gebeurt in Nederland al in duizenden gevallen per jaar zonder dat er een haan naar kraait. Ja, elk geval moet worden aangegeven bij justitie en onderzocht, maar dat geeft zo'n rompslomp. Daar beginnen we niet meer aan. Deze week. Raakte het geval Stienessen weer in de belangstelling? Mevrouw Stienessen ligt 15 jaar in coma. En haar echtgenoot wil een einde aan haar leven maken. Dat is een hele complexe en schrijnende zaak. En daar zult u mij geen grappen over horen maken. Maar de zaak verandert wel. Gerard Stienessen is nu symbool geworden, activist. Donderdagavond verklaarde hij in Achter het Nieuws dat het hele Nederlandse volk achter hem staat. En ook donderdag in alle journaals zei hij: Ik ga haar termineren. Mooi nieuw woord, maar het betekent doden. En zo werd het doden van mensen weer een stukje populairder. Voer voor de media ook zo'n zaak. Vrijdagavond hadden Jongbloed en Joosten een uitzending. Hoe gaat dat, denk ik, in zo'n redactie? We moeten Gerard Stienissen hebben. Uh, gaat zijn vrouw doden? Lekker item. Stienissen gebeld? Nee, die doet het niet. Zat donderdag al in achter het nieuws. Bovendien heeft hij nu een krant achter zich. Dus moet de zaak exclusief maken. Domper. Wat doen we nu? Ideetje. Alexander Pola. Dienstvrouw is toch in de tijd ook door euthanasie? Pola gebeld? Jongens, zegt Pola, mo moet ik dat geval nu weer voor de honderdste keer vertellen? Interview me over mijn nieuwe boek. Dat kan, meneer Pola. En zo zat Alexander Pola vrijdagavond bij Jongbloed en Joosten... vertelde over zijn nieuwe boek, hoe leuk en mooi het was... en dat hij rond de Sinterklaas een derde druk verwachtte... en schakelde toen moeiteloos over op de dood van zijn vrouw... die in de tijd door de huisarts bij het genot van een kopje thee was voorbereid. En zo werd het doden van mensen weer een stukje populairder gemaakt. En nou klinkt er een stem... In mijn hoofd, heel lullig, maar het is echt zo: een stem die zegt dat dit allemaal niet deugt. Dat is niet de stem van God, daar geloof ik niet in en dit is niet de EO, maar die stem blijft maar klinken: hier klopt iets niet. Wat een moralist ben ik, hè?